Yo gast van Almis Normanel, mijn naam is Baat en leuk dat je weer bij een nieuwe video bent. Deze video is wel een beetje moeilijk, maar ik wil niet die typische YouTuber zijn die gaat janken en zo. Dus ik hou het gewoon een beetje luchtig, maar ik ga wel even iets vertellen wat ik al een hele lange tijd wil vertellen, maar ik denk dat dit de juiste tijdstip is. Voordat ik ga beginnen met mijn verhaal, wilde ik even zeggen dat dit komt omdat ik ben tegenwoordig aan het livestreamen op Twitch. En daar speel ik spelletjes en praat ik eroverheen. En op een gegeven moment kwam er een persoon in de chat en die vertelde dat die werd gepest omdat hij een lichamelijke beperking had. En dat deed mij heel veel zeer eigenlijk, want daar kan diegene helemaal niks aan doen. En helemaal niet omdat je een lichamelijke beperking hebt, zeg maar. Dat is fucking naar. Nou ja, toen heb ik ook uitgelegd dat ik ben gepest. En eigenlijk wil ik dat ook eventjes op YouTube vertellen en ook zeggen wat ik er tegen heb gedaan. Want ik heb gewoon heel erg sterk het gevoel dat ik, als ik mijn verhaal kan doen, misschien andere mensen kan helpen. Alright, let's do it. Het is gelukkig niet super erg. Ik heb niet gekke neigingen gehad. En het was altijd wat mild. Maar als ik er nu aan terugdenk, had het ook zomaar heel fout kunnen aflopen. Om heel simpel te zeggen. Alright, het begon allemaal in de tweede klas. Ik maakte toen al YouTube filmpjes. Toen nog onder een andere naam, namelijk Racer Barend. Dat was op dat moment mijn naam. Ik hield vroeger enorm van auto's. Nog steeds trouwens, ik ben autofotograaf, kom op. Vandaar dat ik op de naam Racer Barend kwam. Daar maakte ik filmpjes op. En dat waren Minecraft filmpjes. Dat was toen nog helemaal nieuw. En het ging eigenlijk best wel goed. Totdat mensen uit andere klassen van mijn middelbare school dat ook hadden gevonden. En die begonnen gewoon heel, eigenlijk als in het begin als grapje, hey, Racer Barend te roepen. Alleen op een gegeven moment werd het steeds erger en erger. En werd het leuke, hey, Racer Barend, werd gewoon oprecht treiteren. Wat dus gewoon eerst, nou ja, niet heel erg was. Daarna werd het gewoon een beetje vervelend. Maar het werd steeds erger en erger. En gelukkig had ik wel goede vrienden die hun tegenhielden van, joh, hey, stop nou even en dit en dat. En op een gegeven moment werd ik gewoon straight up gewoon uitgescholden. Ook omdat ik dus door mijn vrienden, waar ik heel dankbaar voor ben, maar die kwamen voor me op. En waardoor het natuurlijk veel erger was. Dus eigenlijk liet ik persoonlijk het maar een beetje gebeuren. Omdat ik wist van, oké, als ik er nu tegen ga, dan wordt het alleen maar erger. Dus ik doe gewoon niks. Laat het maar gewoon gebeuren. En ik stresste er niet heel erg veel over. Nou ja, op een gegeven moment werd het gewoon steeds erger, steeds erger. Toen kwam ik op het idee om gewoon mijn naam te veranderen. Dus toen ben ik Almost Normal geworden. Vandaar dat ik nu Almost Normal heet. En heb ik heel veel filmpjes op YouTube verwijderd van Racer Barend, omdat ik me ervoor schaamde. En dit waren gewoon eigenlijk doodnormale filmpjes over hoe ik Minecraft zat te spelen. En waar ik bijvoorbeeld nog heel erg van baal was dat ik een video van mijn allereerste wereld op Minecraft gewoon heb verwijderd. Omdat ik praatte daarop, alleen mijn stem was nog super hoog. Want ik was nog niet in de puberteit. Alright, dus nou ja, we gingen verder en verder. En op een gegeven moment werd het dus echt wat negatiever. En werd echt negatief naar mij geroepen. En toen werden er video's over mij en van mij gemaakt. En dat ging wel echt een stapje te ver, zeg maar. Ik vond het zelf niet heel erg, omdat ik zag alleen maar hun lach. En ik zag dat ze lol hadden in het maken van die video. En dat ging over mij, het maakte me eigenlijk niet eens heel erg veel uit. Alleen andere mensen wel, die zijn naar de directeur gestapt. En toen heeft die directeur hun geschorst. Nou, toen ben ik wel opgewacht. Gelukkig niet in elkaar geslagen, maar wel bedreigd. Tot in elkaar slaan, zeg maar. Dat was, zeg maar, denk ik wel de top van het beste wat ik heb meegemaakt. Maar het gevoel wat dat gaf, het was echt mentaal gewoon super kut. Om allemaal mee te moeten maken. En helemaal omdat ik thuis in een hele andere situatie zat. Er gingen ook veel verhalen over mij rond. Verhalen dat ik, dat het allemaal gaar ging thuis en dat ik allemaal dingen had gedaan die ik helemaal nooit heb gedaan. Of het enige echte verhaal, dat was dat mijn moeder kanker had. En dat als ik thuis kwam, elke dag, dag bij dag, mijn moeder nog steeds ziek zag en kaal zag en energie zag verliezen. Terwijl ik eerst altijd met mijn moeder ging zwemmen en zo, dat bijna niet meer kon. Ook al heeft mijn moeder zich super groot gehouden en gewoon eigenlijk gewoon altijd voor mij geprobeerd. Holy shit. Het is er altijd voor mij geprobeerd te zijn. En ik heb het ook gewoon allemaal tegen mijn moeder kunnen vertellen. En ook tegen mijn vader.
Terwijl ik ook expres sommige dingen niet heb verteld, omdat ik wist en zag wat voor struggle hun doormaakte en ik niet daar nog bij op wilde komen. Wat een volgend ding is van mensen die gepest worden, die vertellen het niet. Nu is mijn persverhaal natuurlijk eigenlijk niet heel erg spectaculair. Ik weet dat er mensen echt heel ziek gepest worden, met in elkaar geslagen worden. Ik zie die filmpjes wel eens op Dumpert voorbij komen en dan echt, ik vreet mezelf daarbij op. En dan heb ik zo'n idee van, oké, als ik die ooit tegenkom, weet je wel. Maar ik denk wel dat meerdere mensen dat hebben. Gelukkig is het nooit zo erg geweest bij mij. Alleen, mensen wisten mijn thuissituatie niet, dus ik kon het ze ook niet kwalijk nemen. Hun zagen het als een leuk grapje, althans, dat denk ik. En dat is een beetje wat ik heb meegemaakt. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet heel erg de pesterijen meegekregen. Nou ja, wel meegekregen weliswaar, alleen ik heb er nooit heel veel fox om gegeven, omdat ik andere fox te geven had, om het heel simpel te zeggen. En dat is iets wat ik mee wil geven. Wacht, eigenlijk voordat ik doorga, wil ik die mensen die me hebben gepest, en dit gaat heel stom klinken, maar het is inmiddels bijna 8 jaar verder, eigenlijk wil ik hun bedanken, want door jullie heb ik deze awesome naam. Door jullie heb ik een inspiratie om video's te maken. Door jullie kan ik mensen helpen, want ik heb een rugtas die ik kan openen en mijn verhalen kan delen. En ik heb hier ook letterlijk een rugtas, maar dat is niet de soort rugtas die ik bedoel, oké? Maar dank jullie. En dat is heel stom. Ook met die video's die er over mij zijn gemaakt. Ik zag alleen maar hun lach. Ik zag alleen maar hoe leuk hun het vonden. Dus ik hoopte gewoon dat ik hun op zo'n manier heb kunnen inspireren. Door bijvoorbeeld video's te gaan maken. Nou, dat is het uiteindelijk geworden bij hun, denk ik. Maar weet je, ik zat er zo naar te kijken. En ik kijk er nu zo ook op terug. Het is natuurlijk niet leuk wat er is gebeurd. Maar het heeft mij wel geholpen. Alright, wat wil ik nou meegeven? Zoals ik zei, dat ik er weinig fox om gaf. Geef er geen fok om. Als mensen je gek noemen, geef er geen fok om. Als mensen je moeten hebben omdat je haar gek zit, geef er geen fok om. Ben je iets te dik? Geef er geen fok om. Jij bent wie jij bent. En daar is niks mis mee. Daar is echt niks mis mee. En ik ben altijd mezelf gebleven. En dat zal ik ook altijd blijven. Ik ben nog steeds almost normal. En over 5 jaar ben ik almost normal. En over 10 jaar ben ik almost normal. Het kan me echt geen reet schelen wat mensen daarover denken. Even serieus. Damn it, ik zie nu pas dat ik mijn lampjes niet aan heb staan. Fuck. Daarnaast heb ik het geluk gehad dat ik gewoon super goede vrienden had waar ik altijd mee kon praten en waarmee ik altijd mijn struggles kwijt aan kon en die ook voor me opkwamen, waar ik echt super dankbaar voor ben. Maar ook ik weet dat niet altijd het feit is. Dus ook de mensen die geen vrienden hebben, je hebt altijd mensen om je heen, je ouders, je fucking huisdier, je opa, je oma, je neef, je nicht, er zijn altijd mensen. Hey, sterker nog, je directeur, de politie, er zijn altijd mensen waarmee je kan praten. Altijd. Ik zweer het. En dat heeft misschien niet eens alleen met pesten te maken, maar misschien zit je gewoon niet lekker in je vel. Er zijn altijd mensen. En jij kan altijd bij iemand waarvan je denkt van, oké, ik kan bij hem aankloppen, maar misschien moet ik het niet doen, want ik heb hem al lang niet gesproken, of hij of haar. Doe het. Doe het. En als ze het dan niet toelaten of toegeven, fok hun. Je hebt jezelf. Je hebt alleen jezelf nodig om te leven, hè. Er is niemand voor jou die jou 's ochtends je bed uit laat komen. Als jij op jezelf woont of op jezelf gaat wonen, of eigenlijk nog lang niet op jezelf gaat wonen, maar misschien nu naar school moet. Jij bent degene die je bed uitkomt en dat zijn niet hun of iemand anders. Dat is niemand anders behalve jij. En dat wil ik dus zeggen van, jij bent de enige die doorleeft. Oké, misschien is het nu kut. Misschien zit je nu in de eerste klas en moeten ze jou hebben omdat jij een gek shirtje hebt gedragen. En vind je het eigenlijk helemaal niet leuk? Zit je daar in je eentje en heb je misschien geen vrienden? Fok iedereen dan. Hé, we hebben internet. We hebben Netflix. We hebben zoveel dingen. We hebben muziek. We hebben video's maken. Je kan je zoveel dingen stoppen. En dat zijn alleen maar dingen die ik leuk vind, die ik opnoem. Maar jij hebt ook dingen die jij leuk vindt en die zul je altijd blijven houden. Hoe kut of hoe slecht dat ook gaat. En dat wil ik gewoon echt even meegeven van, fok iedereen en denk aan jezelf. Tuurlijk, het is kut. Tuurlijk, je zult dingen meemaken. En oké, ik heb nog steeds het profijt dat ik niet in elkaar ben geslagen en ik
echt, ik hoop dat ik dat nooit mee hoef te maken. En ik hoop ook dat jij dat niet mee hoeft te maken. Maar heb je het wel meegemaakt, dan nog steeds. Fok hun. Jij bent de enige die er is. En mocht het echt erg worden, ga met iemand praten. Praat met iemand. Stuur mij een mailtje. Het maakt me niet uit. Je bent echt een mooie persoon. Je bent echt een mooie persoon. En je bent creatief, aardig, grappig. Al die dingen ben je. Ze zien het alleen nog niet. En dat is aan hun en niet aan jou. Alright, ik raakte mezelf een beetje kwijt. Maar ik heb denk ik wel gezegd wat ik wilde zeggen. Ik hoop dat ik mensen kan helpen met deze video. Door mijn verhaal te delen en mijn dingen te zeggen die ik even kwijt wilde. En ja, nogmaals, stuur een mailtje. Als er iets is, stuur een mailtje. Praat met mensen. Dat is heel belangrijk. En je kan ook altijd zeggen dat het je pijn doet. Je kan het altijd zeggen. En als hun daarop, als hun dan slecht gaan doen, hey, fuck hun. Je hebt jezelf. En dat is het enige wat je nodig hebt. Ik kan niet anders zeggen dan like, abonneer, reageer. Want zo eindig ik altijd mijn video's. Maar het maakt me niet eens uit hoeveel likes of dislikes ik krijg op deze video. Ik wilde gewoon even mijn verhaal doen. En dat heb ik nu gedaan. Dankjewel voor het kijken. En enjoy life.